Verandering komt eraan hier in het hart van Spijkenisse. Het Centrum voor de Kunsten gaat uitbreiden. Zo krijgen zij nieuwe oefenruimtes, zodat zij meer cursussen kunnen aanbieden. Maar ook komen er hier openbare toegankelijke toiletten en twee brede trappen die de Nieuwstraat beter moeten verbinden met de Uitstraat. In de vorige collegeperiode heeft de toenmalige wethouder zich al hard gemaakt om het Centrum van de Kunsten uit te breiden met popoefenruimtes en een popzaal. Nou, dat onderzoek hebben we deze collegeperiode verder opgepakt om te kijken wat er mogelijk is samen met het Centrum van de Kunsten. En we denken dat we nu samen met de vastgoedeigenaren een heel mooi voorstel hebben waarmee we een nieuwe verbinding maken met de Nieuwstraat. Een mooie trap komt daar in een groene setting en een flinke uitbreiding van het Centrum van de Kunsten dus met popoefenruimtes vooral en in kleinschalige optredens. Het is belangrijk dat er oefenruimte voor bandjes komt in gemeente Nissewaard, omdat dat op dit moment niet echt is. De muzikanten die graag willen samen oefenen en samen spelen moeten uitwijken naar andere gemeentes. En wij willen graag de faciliteiten ook bieden in gemeente Nissewaard. Er gaat flink wat gebeuren bij het Centrum voor de Kunsten. Wij krijgen natuurlijk de uitbreiding met twee etages, waardoor we horeca kunnen gaan aanbieden. En ook de oefenruimtes voor bandjes. En op die etage waar de oefenruimtes zijn, kunnen we ook andere diensten aanbieden. Zoals digitale media en allerlei nieuwe kunstvormen waar we nu op dit moment de ruimte niet hebben. We staan hier nu in de theaterzaal. Deze zaal wordt al gebruikt voor onze theaterlessen en kleinschalige muziekpresentaties. En we gaan deze zaal uitbreiden. De tribune gaat naar achteren, we gaan wat meer ruimte creëren, we gaan hem goed isoleren. En dit wordt dan de plek waar de bandjes zich na het oefenen samen kunnen gaan presenteren. En leuke voorspeelavonden kunnen gaan houden en zichzelf kunnen ontwikkelen en leren hoe ze voor een publiek moeten spelen. En op het moment dat ze echt heel erg groot en beroemd en bekend worden, nou ja, dan kunnen ze doorstromen naar de kleine zaal Theater de Stoep. Nou, het mooie van dit project is natuurlijk dat we samen met de vastgoedeigenaren een aantal problemen in het centrum tegelijkertijd oplossen. De wens van het Centrum van de Kunsten om uit te breiden met de popoefenruimtes, maar ook met nieuwe media, wordt hiermee ingevuld. Door het verplaatsen van winkels wordt een stukje leegstand ingevuld. Er komen nieuwe functies bij in het centrum. En natuurlijk een nieuwe opgang richting de Nieuwstraat met een brede trap. Die ook past bij de rest van de uitstraling van dit centrum. We zijn ontzettend blij dat naast de diensten die wij nu al aanbieden, hè, we bieden muzieklessen aan, les in beeldende kunst, ruimtelijk vormgeven, theater, dans. Je kan het zo gek niet bedenken. We zijn heel erg blij dat we hiermee met deze nieuwe diensten ook ons aanbod kunnen uitbreiden en meer kunnen aanbieden. En daarmee de mensen in Nissewaard nog meer keus kunnen geven in welke kunstvorm zij zich willen ontwikkelen. En waarmee we dus ook iedereen in gemeente Nissewaard een kans geven om met kunst en cultuur in aanraking te komen. We proberen natuurlijk de winkels die er zijn zoveel mogelijk te herhuisvesten. Dus ik weet dat de eigenaren ook in gesprek zijn om te kijken op welke andere plekken in het centrum de winkels die nu bijvoorbeeld in de kelder zitten kunnen verplaatsen. Dus de winkels behouden we het liefst voor het centrum. Het zal moeten blijken of dat allemaal gaat lukken. Wij denken in de loop van dit jaar te beginnen en we hopen dat de werkzaamheden na de zomervakantie van 25 zijn afgerond. Met een besluit van de gemeenteraad op 31 januari is de weg vrijgemaakt voor deze uitbreiding. Het is een stap voorwaarts richting het versterken van het culturele landschap in de gemeente Nissewaard. En ondanks dat de bouw nog niet is begonnen, is het project al wel genomineerd voor het meest inspirerende binnenstadsproject, waarvan de prijs uitgereikt zal worden op 11 april.